Als thuiskomen. Ja, dat dacht ik al. Dank u wel. Dank u wel. En dank u voor de felicitaties voor onze benoeming en entree. Welkom in de Tweede Kamer, waar de leugen regeert, zou je zeggen. Nou, in ieder geval doet hij heel hard mee aan de verkenning. Want wij zien, en dat is terug voor jaar 21 te constateren, het eerste debat, een buiteling van over en weer onwaarheden, halve waarheden. Geen herinneringen, wel herinneringen, schuld aan de media, via bronnen. En het ergste en belangrijkste bij jaar 21 vinden wij, voorzitter, drie dingen. 1. De waarheid is vandaag niet verteld. Pas na het betrappen eigenlijk van de whodunit, de heer Rutte, kwam hij met een wat wazig verhaal zonder herinnering. Maar de waarheid is niet verteld. Het vertrouwen in elkaar, en met name in de heer Rutte, is denk ik tot een nulpunt gedaald. Er is gesold met de heer Omtzigt achter zijn rug om. Uitgerekend de heer Omtzigt, waar we hier juist van hebben gehoord, hoe belangrijk hij het vindt dat het politieke spel geen spel mag zijn, dat er geen cultuur mag zijn van niet informeren, van achterhouden van achterstallige informatie. En ik richt mij even persoonlijk tot de heer Hoekstra, die druk bezig is, maar u hoort mij. Nee. Ik richt me tot u, want als u nu dit accepteert, dan accepteert u, denk ik, hoe wij het vertrouwen verliezen in de democratie. Hoe wij zien dat het proces eigenlijk onrecht wordt aangedaan. Maar u gooit ook uw collega onder de bus als u accepteert dat dit gebeurt. Kunt u daarop reflecteren? Wat doet dit met de heer Omtzigt? Ja, het is een beetje ingewikkeld, want het is uw termijn waar u nu... Maar u ziet de heer Hoekstra uitdagen. Ja. En de heer Hoekstra heeft hier ook een tijdje gestaan. En daar had u ook allerlei vragen aan kunnen stellen. Dus het is bij interrupties... Maar ja, ik had hem ook tot de tweede termijn kunnen bewaren, maar ik richt mij er nu op. Ja, nou, ik geef de gelegenheid aan de heer Hoekstra om hier iets op te zeggen. Maar het is vooral de bedoeling dat u kabinet... Ja hoor, daar kom ik zeker ook bevraagd. Ja. De heer Hoekstra. Ja, voorzitter, het is een inderdaad wat merkwaardige stijlfiguur, maar ik zal daarin meebewegen. Uiteindelijk gaat dit debat natuurlijk heel erg over geheugen en wat weet je nog op een later moment. En ik moet toch concluderen dat ook de halfwaardetijd bij de heer Eerdmans dan niet zo lang is dat hij nog weet wat ik in eerste termijn net zelf gezegd heb. Want volgens mij heb ik het van A tot Z voor de heer Omtzigt opgenomen. Heb ik een groot aantal zeer indringende vragen, met nadruk op de waarom-vraag, gesteld aan de verkenners. Dus daar heeft bovendien de heer Eerdmans zelf nog op geïnterrupeerd. Ik denk dat het glashelder was, ook voor hem. Ja. Maar wij zullen de slotsom samen vaststellen, denk ik, vandaag. En daarom richt ik mij nu tot u. Maar we kunnen hem ook vaststellen na het antwoord in tweede termijn, nadat de verkenners hebben gesproken. Ik vind dat prima. Maar het ontslaat u niet van de plicht om ook... Ik geloof dat u de waarheid spreekt als u zegt, ik heb contact met de heer Omtzigt en ik steun hem waar ik kan. Maar als de conclusie van het debat is dat de motie van Wilders wordt verworpen en we eigenlijk meegaan in het wazige verhaal van de heer Rutte, waar eigenlijk geen touw aan vast te knopen is. Sorry, voorzitter. Dan staat u toch eigenlijk ook met uw rug tegen de muur? De heer Hoekstra. Ja, voorzitter, het is een hele bijzondere manier van ondervragen en van debatteren. Volgens mij heeft de heer Eerdmans net de gelegenheid gehad, heb ik hem toen ook van repliek gediend in mijn eerste termijn. Ik ga nog een keer benadrukken, ook naar hem, wat ik allemaal in eerste termijn heb gezegd. En ik laat verder aan hem of hij het debat wil afwachten of dat hij tussentijds conclusies trekt. Dat is verder voor zijn rekening. Ik stel voor dat u verder gaat en vooral... Ja. Zeker. Kijk, wij vinden dit een totale blamage. En eigenlijk de vraag naar verkennis, vindt u dat ook? Vindt u dat ook? En ik zie aarzeling eigenlijk bij iedereen vandaag. En die vraag werd, dacht ik, ook door de heer Wilders gesteld, om openlijk steun te betuigen aan het betoog van de heer Rutte. En ik zie die aarzeling eigenlijk bij de heer Rutte ook. Ik zag het ook bij u. Aarzeling, als u begint over, we gaan uit de crisis, we hebben veel werk te verzetten, denk, bent u daar dan nog de juiste man voor? En die vraag is ook wel aan u gesteld. Mevrouw Kaag was kiezelhard. Kiezelhard. Hier scheiden onze wegen, zei u. En ik denk dat dat voor meer collega's geldt. De heer Hoekstra zei, we staan voor aap. De vraag is inderdaad of we dat kunnen repareren met elkaar. Dat is een vraag. En ik ben het dan niet helemaal met die Hoekstra eens, we staan voor aap als Tweede Kamer. Want we laten wel onze tanden zien. Althans, we laten ze zien. Het bijten moet nog worden gedaan en er moet ook iets gebeuren. Wat ik wel goed vind is dat over
de partijen heen gebeurt. Ik vind het een debat, zoals ik het heb gezien vandaag, niet per se zich beperkt tot een coalitie of een oppositie, maar dat het heel breed, kamerbreed wordt vastgesteld. Hier moet iets gebeuren. Maar laten we dan wel onze tanden zien en het niet als een kaars uit laten gaan. Voorzitter, er zijn drie dingen die ik zie die moeten gebeuren om deze vertrouwenscrisis het hoofd te bieden. En de eerste is de geloofwaardigheid. En ik zie die niet meer bij mevrouw Ollongren als minister. En ik zie die ook niet meer als geloofwaardig voor de heer Rutte om door te gaan. Die brug is niet meer te slaan. Meneer Rutte, ik zeg het in u met het respect wat ik ook voor u kan hebben over de jaren die we achter ons hebben. Maar in deze situatie lijkt mij u niet meer de persoon die op deze manier gezag gaat geven aan Nederland om uit de crisis te komen. Ik zie een probleem bij de verkenning. Ik heb het vanaf dag 1 gezegd, voorzitter. Het is een politieke verkenning geweest. Dat heb ik ook in de rookzaalsalon al gezegd. Wij hebben inderdaad geen politici nodig in een verkenning. Maar dat zullen onafhankelijke rapporteurs moeten zijn die een afstand bewaren tot de politiek. Daar zullen wij ook het voorstel voor steunen. En tot slot het bedrijf, ons eigen bedrijf. Kijk, ik ben als nieuw Kamerlid door de Wasstraat gegaan, hier in de passage. Maar ik denk dat ons politieke bedrijf door de Wasstraat moet, voorzitter. Ik denk dat ons iets te doen staat. En dat gaat om inderdaad de arrogantie van de macht, daar steun ik mevrouw Marijnis in. Het gaat ook om politiek amateurisme. En wij snakken naar meer transparantie, naar waarheidsvinding en een geloofwaardige politiek. Dat zijn drie kernpunten. En daar wil JA21 zich voluit voor gaan inzetten. En dan sluit ik af, voorzitter, met één vraag aan de oud-verkenners. Meerdere personen hebben u natuurlijk die brief zien schrijven aan ons. Ook intern bedoel ik, hè, de ambtenaren die u hebben geholpen. Van geen van die fractievoorzitters heeft met ons gesproken over die Omtzigt. Is er dan niemand geweest in uw omgeving die heeft gezegd, maar wacht nou eventjes, dat is wel gebeurd. Zoals wij vandaag weten dat het gebeurd is. Het was immers ook opgeschreven. Is daar dan geen contact over geweest? En waarom is dat niet rechtgezet? Voorzitter, dat was de bijdrage van JA21. Dank u wel, meneer Eertmans. En ook u van harte gefeliciteerd met uw medespeech. Ja. Dan geef ik nu het woord.